Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Hey, Meijert, goedemiddag. Hey, Kevin. Hey. Ik heb zometeen een vraag voor je. Dat gaat even over mijn chalet. Maar hoe leuk is Texel? Dat kan jij weten. Texel is gewoon een topeiland, man. Ja? Ja, kijk, als je met de boot meegaat, dan kom je al in een andere wereld. Hè. En je gaat nooit meer weg? Never. Nooit meer weg? Nooit meer. Nee. En nee. Mensen moeten gewoon lekker hier naartoe op vakantie komen? Ja, kijk, weet je wat is Texelaars onder elkaar? We hebben een beetje het ons kent ons mentaliteit. Gemoedelijke sfeer. Gemoedelijke sfeer, ja. Helemaal goed. Ik heb een vraag aan jou en die wil ik jou even gaan stellen. Prima. Nou Meijert, het weer doet natuurlijk wat het doet in Nederland, maar als het eenmaal het zonnetje gaat schijnen, dan zou ik eigenlijk bij mijn chalet het buitenleven wel een klein beetje willen upgraden. Ja. Wat kan ik dan doen? Nou, ik zou zeggen, begin eerst eens met een zijwandscherm. Dan kan je zeg maar de tocht een beetje weghalen van je terrasje rond je chalet. Ik zal het je even demonstreren. Ja, dat is goed. Want zodra het dan een beetje begint te waaien, dan moet je daar eigenlijk wat aan doen dus. Oh ja, verrek. Dat scheelt een hele jas. Sterker nog, zowat twee. Ja. Hey, en dit zorgt er dus voor dat je dus eigenlijk, als het eigenlijk net niet meer kan s'avonds, dat je dus toch nog even lekker kan zitten. S'avonds weet je het wel, als het zonnetje weggaat, dan krijg je dus een heel klein zacht tochtwindje. Ja. Als een trekscherm uitzet, dan is dat tochtwindje weg en dan kan je heerlijk buiten blijven zitten. En dan de parasol? De parasol, dat is een heerlijk scherm natuurlijk om onder te zitten. Het houdt overdag houdt het lekker de warmte tegen. Ja. En s'avonds kan je hem natuurlijk ook uit laten staan. Want dan houdt het de kou weer tegen van bovenaf. Ja. De warmte van je straatje, wat dus uitstraalt en de behagelijkheid geeft, wordt tegengehouden door je parasol. En het houdt van buiten houdt het de kou lekker tegen. En dan kun je lekker nog lang genieten. Nou, wat kun je mij aanraden voor mijn chalet? Wat is daar het meest geschikt voor? Een screen voor de warmte voor binnen tegen te houden. Of als je voor gelijk buiten wil zitten, zou ik zeggen, zet er een parasol neer. Nou ja, laten we dat. Die parasol daarover gesproken. Kan ik die gewoon meenemen anders, meteen? Ja, je bent een lekkere jongen. Wordt dat lastig? Ik denk dat ik hem maar even ga brengen dan. Nou, dat is dan wel weer mooie service. Dan regelen we dat. Doen we. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Meijert. Top. Graag gedaan.